Assalamu alaikum, lieve broeders en zusters. En goedemiddag alle vrienden en kameraden. Vroeger werden de Palestijnen helden genoemd. Nu worden de helden Palestijnen genoemd. Bewapend met stenen en een arsenaal aan moed en wilskracht vechten zij. Ze vechten tegen een vijand die alle internationale rechten en conventies breekt om een moderne holocaust te schrijven in de geschiedenisboeken. Een vijand die het jodendom heeft afgepakt van de gelovige joden die geloven in het heilige boek en geloven dat Palestina van de Palestijnen is. Dat is wat het is. Ze vechten tegen een vijand die niet uit is op vrede. Ze vechten tegen een vijand die uit is op land en alles op alles. Op alles. Zet om dat voor elkaar te krijgen. Ze vechten tegen een vijand die wereldwijd zoveel macht heeft op de allerhoogste niveaus. Dat de grootste politieke figuren zich niet durven uit te spreken. Tegen deze onmenselijke behandeling van het Palestijnse volk. En sterker nog, het is een vijand die zo machtig is. Dat deze wereldleiders zelfs hun steun betuigen. Als er een armzalig, zelfgemaakt raketje over een muur van bezetting en onmenselijkheid vliegt. Maar deze vijand heeft een naam. Deze vijand heeft een naam. Zionisme. Deze vijand is het Israëlische regime. Dat zich dagelijks schuldig maakt aan massamoord en collectieve slachtpartijen van onschuldige Palestijnen. Deze vijand beheerst media en politici. Zelfs hoe zijn eigen regering. En dan met name minister Timmermans van Buitenlandse Schijnheiligheid. Minister Timmermans van Schijnheiligheid. Van binnenlandse schijnheiligheid. Ze dansen maar al te graag naar de pijpen van deze zionisten massamoordenaars. Maar zeg me. Waar zijn al die moraalridders die opkwamen voor de homorechten in Rusland? Huh? Waar zijn ze? Waar zijn al die vechters voor de kinderrechten in Azië en Afrika? Waar? Waar zijn ze nu? Waar? Waar zijn ze? Waar zijn al die politici die hun mond vol hadden met lege woorden over gelijkheid en vrijheid en meer van dat soort verkiezingspraatjes? Waar zijn ze? Waar zijn jullie? Waar zijn jullie? Waar is de media? Huh? De al zo eerlijke en zogenaamd onbevooroordeelde media. Waar zijn al die journalisten en die Arabisten en weet ik veel wat voor isten die vol zitten met listen en niet weten hoe snel ze voor de camera moeten springen zolang het anti-Marokkaan en anti-Islam is? Huh? Waar zijn ze? Waar zijn ze nu? En zeg maar, waar is Geert Wilders? Waar is Mark Rutte vandaag? Waar is Abu Talib? Waar is Marcus? Huh? Waar zijn ze? Waar zijn ze? En waar is Timmermans die zijn medeleven naar de nul Israëlische doden uit, maar met geen woord rept over de slachting van onschuldige kinderen, vrouwen en mannen in Gaza? Waar is hij? Nergens. Maar wacht. Waar zijn onze Arabische leiders? Waar is die Amerikaanse marionet Sisi die Egypte in een vurggreep houdt? Waar is hij? Waar is Erdogan? Waar zijn al die oliechefs die hun ziel hebben verkocht aan het vesten en hun volk laten kamperen door armoede? Waar zijn ze? Waar zijn ze? En waar zijn de rest van die hypocrieten die schreeuwen dat ze geloven in vrijheid en gelijkheid, maar tegelijkertijd in bed liggen met de zionistische terreurregering van Israël? Waar zijn ze? Waar? De Tweede Wereldoorlog had voor iedereen een les moeten zijn. Opdat we het nooit meer vergeten zijn, is het toch? 4 en 5 mei. 4 en 5 mei is niks meer dan een façade. Niks meer dan een façade. Zolang de Palestijnen niet vrij zijn, is 4 en 5 mei een leugen, dames en heren. Vrienden, kameraden, wij zijn alleen, maar wij staan samen. Wij zijn klein, maar wij zijn groot en we worden steeds groter. Wij zijn het volk, wij zijn de stem, wij zijn de vuist die nodig is om deze poppenkastregering vast te slaan. Viva Palestina! Viva Palestina! Viva Palestina! Viva Palestina! En tot slot, laten wij vandaag een statement maken naar de wereld dat ondanks de Israëlische lobby in Nederland
de zwakke politici en de hypocriet en eenzijdige pro-zionistische berichtgeving van de media. Wij niet vallen voor deze muizenvallen. Wij weten beter. Laten wij vandaag met elkaar één vuist vormen. Één stem. Laten we zeggen, stop, geef ons mee te slaan. Ik vraag met name de jongeren. Met name de jongeren om samen met mij te lopen vandaag. Om samen te staan met onze Palestijnse broeders en zusters. En een demonstratie van vrede te houden. Laten we samen de emoties van woede en pijn beheersen. En niets doen. Laten we niks doen wat de essentie van vandaag gaat verpesten, dames en heren. Laten we niks doen wat de essentie van vandaag gaat verpesten, lieve mensen. Dit is wat wij moeten doen als solidariteit voor het Palestijnse volk. Laten we op deze dag van Ramadan een stem zijn voor de stemlozen. Een stukje hoop voor de hopelozen. En een straal ligt achter de duisternis in Gaza. Die straal gaat achter het rood van alle menselijke bombardementen. Wij zijn het volk. Wij zijn één. Wij zijn Palestijnen. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Nu gaan we lopen, dames en heren. Hou het rustig. Laat je niet provoceren, want dit is wat zij willen. Tabakallah. Nee, kom maar, dank jullie wel.